Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Avatarlock met Sander van Gamings B. Hij heeft weer iets bedacht voor zijn intro momentje. En ik loop tegen een trainering in. Tegen een trainering, ring. Trainering, ing. Oké. Sloos is ook, ik ga dood. Een stalen liks? Nee, dat is een grapje. Yo, dit is wel echt een vrouwtje. Oh joh. Nou, deze is minder moeilijk dan die... Ja, anders was het ook solo bro, hè? Oh ja. Oh, deze heeft Shadow Tag. Dat betekent dat ik mijn DK ga verliezen. Want met Shadow Tag kan je toch ook niet switchen? Nee. Nou, dat was het. Dat was het voor DK. Nou, misschien heeft hij alleen maar bind. Oh ja, en ik heb rough skin, dus... Nee, dat is super... Wacht, is Jerem ook... Poison? Nee, oké, dat scheelt. Hij heeft ook Rage. Dat deed veel damage, want het was weer eens een crit. Ik lik hem, misschien kan ik hem paralyzen. Uh-oh. Dat klinkt niet heel positief. Heb je geen potion? Jawel, dat heb ik wel, denk ik. Paralyzed. Nou was hij maar geparalyzed. Oké, deze Solosis was wel easy guy trouwens. Het was een girl. Hey, easy sis. Preschooler, je bent nog voor de school. Ik snap hem. Ja, ik ook. Pokémon Karaoke, man. Goeie die mag je vangen. Oh, die heb ik al. Oh fuck, ik gooi hem Great Ball. Ik mag hem helemaal niet hebben. Zonde van die Great Ball. Ja, dat is niet zo mee. Hij zit niet. Goed zo. Ja, dat maakt dan ook toch niet zoveel uit. Nee, maar... Ik vind het altijd kut als ik Pokémon vang die ik niet eens mag hebben. Release hem. Een fris watertje voor DK. Donkey Kong. Not funny. Did not laugh. Ken je die? Die ken je wel toch, dat filmpje. Wacht een moment hoor, ik moet heel even naar iets luisteren. Hey, ondertussen... Ik weet niet wat er gebeurt, moment. Oké, ondertussen dat er paniek is... Paniek! Nee. Jawel, wel paniek. Ik hoor de hele tijd een geluid en ik denk van, is dat mijn hamster nou maar, of is dat wat anders? Wow, wacht. Hamster? Ja. Is dit nieuw? Nou, of had ik dit kunnen weten? Dit had je al geweten. Volgens mij hebben we het er zelfs al een keer in een aflevering over gehad. Oh. Shit. Sorry, zo, dat weet ik dan echt niet meer. Ik hoor een geluid, maar ik weet niet wat het is. Oh, ik ben een Pokémon kwijt blijkbaar. Oef, rip. DK. Snurkt dat beest nou, of wat is dat? Nou, het zal wel. Volgens mij heb je het wel gezegd, inderdaad. Maar mijn breintje wist het niet meer. Kom op, ik wil een goede Pokémon. Die ik mag vangen ook. Cherim. Oh, dit is dezelfde route. Natuurlijk. Vandaar dat ik ze ook allemaal al gevangen heb. Had die guy nou Trace? En Trace die de Moldbreak? Of had hij Moldbreak omdat hij dezelfde Pokémon is? Dat kan weet ook. Ik niet. Het zou wel heel toevallig zijn dat hij zijn andere mogelijke ability Trace zou zijn. Oh nee, ik kon hem natuurlijk niet. Ik dacht al, ik kon hem gewoon runnen. Maar natuurlijk kon ik hem niet runnen, want hij had Shadow Tag. Nee. Hij had zijn tag van de schaduw, zat hij. Ja. Hoezo? Je moet ook niet ticketje gaan doen in de schaduw. In de dating. Ja? Doe je aan dating? Deed maar aan dating. Ja. Release. Ja. Ga je de devs ook releasen? Ik release al mijn devs. Wow, dat doe ik nooit. Nou, jij bent ook geen Pokémon Masters, daar waren we het al over uit. Godverdomme. Nee, niet om jou. Om jou geef ik geen fuck. Nee. Wow. Wow. Nee, dat is beter. Dat was niet wat ik bedoelde. Ik bedoel dat die pins... Die Electric, of die Electros, die wil ik zo graag in mijn team. Ja, die Electro... Oh, die is ook nog eens... Oh, ik ga zo hard dood. Pins is super effective op Tulp en Electro is super effective op mijn Magic. Het feit dat je al meteen vanuit gaat dat je doodgaat, dat maakt het dat je doodgaat. Godverdomme, weer die stil. Nou, misschien die... Oh, dit was zo dom van mij. Die ene guy niet, want... Like, wat kan Pinsir op level 9? En die Electros. Oh. Je kan beter vragen, wat kan Pinsir ooit? Leven. Deze Xatu is een bitch. Ik krijg geen antwoord. Leven? Oh, je had het wel gehoord. Ja? Frick. Deze Lapras is dan al super effective, maar het doet echt geen klote. Een Boeveland, die mag ik wel, maar wil ik die is de vraag. Weet ik niet. Wil jij die? Nee. Dat was wel de vraag. Dit is een dubbel battle. Boeveland en Machoke. Ik ga Mudkip ook verliezen. Oh nee, wat doe ik? Waarom neem ik niet op Pinsir? Dat weet ik niet waarom je dat niet deed. Oh, oké. Oh, en ze hit alle twee. Oh, wauw. Drought, hij heeft Drought! Ik ben blij dat dit geen K-Stock is op dit moment. Oké. Tulp doet tackle, dan is Electros dood. Dat is gunstig. Oh, mijn chicken had hem level up moeten gaan. Oké, hij... Aanvalt niet de McChicken. Je hebt hem ook nog. Hoe dan? Met magische poeder. Ja, zeker met magische poeder. Want dat kan niet zonder magische poeder. Precies. Weet je dat magische poeder vals spelen is? Nee. Leuk. Dat verklaart waarom je het steeds gebruikt. Hoe zou ik hem noemen? Vals spelen. Oeh, dat... Ik hoor jaloers in. Nee. Ja. Ga je hem ook met chicken noemen? Dat is wel slim. Dat is wel een goeie. Goeie naam wel. Hoe kom je er toch op? Magische poeder, nee. Oh, je hebt maar 2 Pokémon. Hier, neem Great Balls. Dat is wel lief eigenlijk gewoon. Ik wil gewoon goede Pokémon. Ja, mam. Ik weet het. Alles gaat kut. Dankjewel. Joejoe. Joejoe. Adios. Ik ga straks weer movie theater. Leuk man. Ik hou van deze games. Als je zover komt. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ga ik dood voordat ik daar kom. Kan gebeuren. Nee. Ja, kan. Bij mij wel. Nou, gelukkig heb ik maar 2 Pokémon, dan gaat het healen iets sneller, omdat hij niet pum 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 zie je? Te doen. Zo hoort het, alles van de goede kant bekijken, Sander. Ik ben trots op je. Dat hoor ik vaker. Is dat zo? Ja, anders zeg ik dat toch niet. Oké. Oké, misschien niet, maar dat maakt het niet uit. Een blastige toys, die mag jij. Die ga ik nooit kunnen vangen. Och, krijgen we dit... Ik snap het niet hoor, maar je bent alleen maar zo negatief om alles. Nee, ik was heel blij toen jij niet zo loos is. Jij vindt het maar raar... dat ik die Blaziken vang. Dat komt gewoon omdat ik er meteen vertrouwen in had dat ik die Blaziken ging vangen. En ik zet er een timer op. Is dat slim? Nee, natuurlijk niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Ik heb wel een Grey Ball, dus dat... Oeh, een celebi. Perspectief. Oh, pas op. Oh, wacht, jij bent fire. Dus... En ik heb drop. Kill. Oh ja. Amber! Ja, nooit meer vergeten. Heelbel. Nooit meer vergeet ik je naam. Maar hij vergeet wel bijna de songtekst, omdat Celebi Heelbel doet. Ik was McChicken al bijna kwijt. Omdat hij confusion heeft. Wat? Die Celebi heeft confusion. Oh nee, ik doe tackle. Nee, nee. Ja, met tackle kill je hem. Oh, je bent al zo ver. Maar trouwens, het is niet... Je kan gewoon, als je gewoon daarna een Blastoise weer tegenkomt, mag je die gewoon vangen. Dat is waar. Dus er is niks aan de hand. Dat was ik eventjes vergeten. Ik doe meestal geen... Ik doe eigenlijk altijd Nuzlocks, zeg maar. Of Nuzlocke types, maar waar je niet mag herkansen. Zeg maar. Ik snap wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Ik doe ook niet zo moeilijk. Dank je. Kut. Wordt gewaardeerd. Tilp is wel mijn hoogst level Pokémon. Nou, dat zeg ik. Hoe hoog is die gym leader? Level 20 of zo? Oh, dat valt mee. Dat zou best kunnen. Hij is level 14. Dat ziet niet uit. Ja, maar dit is de eerste gastje in de gym, hè? Dus oh, ja, niet de leader. Die mag jij vangen. Die wil je niet vangen, maar je mag hem wel vangen. Ik zou hem wel vangen. Echt? Het is niet dat hij slecht is. Beest. Hij is gewoon lelijk. Maar hij is niet slecht. In principe zou ik hem al niet vangen. Nog een reden waarom jij geen Pokémon Master bent. Ik ben principieel. Ja, dat zo zou je het ook kunnen noemen. Vinden wappies ook. Dat is niet waar. Oh, wat? Was het een crit? Dat kan niet anders. Weet ik niet. Wauw, mijn beste Pokémon verloren. Kaboe? Ja. Yeah. Nog meer Pig Knights. Ik hoef geen Pig Knights. Waarom kom je die dan tegen? Wil je ook niet zo'n shiny Pig Knight? Bestaat Shiny Claws in deze game? Shiny Claws bestaat altijd in welke game je ook speelt. Dan... Sure, als ik hem vang ook nog. Want ik zie het ook nog wel gebeuren dat ik hem veel aangezien het een starter is. En die zijn moeilijk te vangen. Nee. Je hebt die Blastoise net gevangen, toch? Nee. Oh. Die ben ik dus ook weer opnieuw aan het zoeken. Wat denk jij dan? Oh, nou sorry, Armion. Nee, ik vraag gewoon, wat denk jij dan? Ik dacht, jij bent de Pokémon Master, jij vangt hem al. Wat denk jij dat ik doe in dit gastje als ik de Blastoise al heb? Nog een Pokémon? Zoeken voor Lillipups? Nee. Ja. Nee. Die Lillipups maken jou een Pokémon Master. Een Lillipup. Ja. Jij bent toch de Lillipup Master? Nee. Oh, mag ik die vangen? Mag ik die vangen? Nee. Hey, de Doopsklas is toch optioneel? Ja, maar die Doopsklas die gebruiken we wel in deze ding, dus... Helaas, Henk, voor jou, Henk. Freaking. Oh, ik moet Kaboom nog releasen. Nee, dat doe ik straks wel. Kaboom. Waarom kom ik nu alleen... Eerst kom ik alleen maar Pig Knights tegen, nu alleen maar Nidorino's. Yo, ik wil ook gewoon door met de game. Maar ik moet even een Pokémonnetje vangen. Hoe moeilijk is het om eventjes een Pokémonnetje te geven die niet... Die ik wel mag vangen, bedoel ik. Heel moeilijk, denk ik. Nou, blijkbaar. Oeh. Terwijl zo net was hier nog een Blastoise. Hé, hey, Lillipup. Die mag je. Hé, hey, toevallig. Daar had ik het net ook al over. Mm-hmm. Alsof ik die eerder tegenkwam. Pupping met Lillying. Flintje, hou op. Stop, hou op. Ik vind het niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Oeh, hij gaat er echt een vangen. Wauw. Ja, dan heb ik tenminste wat om te zeggen. Ah, het McChicken gaat dood. Jij bent net als Paul in de anime. Zo'n persoon ben jij. Ja, Lillipup gaat me toch niet verder helpen in de run, dus... Als jij gewoon een Stoutland hebt, die tekent gewoon lekker wat hits voor je. Ja, maar die wordt pas een Stoutland op level 55 of zo. Nee. Dus dat is elke Gen 5 Pokémon. Nee. Het is wel zo dat Gen 5 Pokémon tering laat evolueren. Dat klopt. Nou. Hier, level 32. Wordt herdier in Stoutland. Dat was wel sneller dan ik dacht. Shit. Nee. Run, please. Nee! Nee! You still being alive, ain't? Ik ga hem nu al moeten zeggen. Nee, dat is niet waar. Ik kan nog gewoon naartoe. Ik weet niet of die kan runnen. Alleen. Mold breaker breaks mold. Hij kan runnen. Werd ook altijd ook. Als je nu had gezegd van... Oh, maar Tulp heeft het zo goed gedaan. Het is echt de beste. Dat geeft gewoon veel meer positiviteit. Waardoor je veel beter presteert. Maar je bent zo negatief de hele tijd. Ze noemen jou zeker Nancy. Negative nee. Nancy. Nee. Nee. Zo heeft nog nooit iemand me genoemd. Oprecht niet. Zou iemand je moeten noemen. Ik ga echt het dieptepunt van mijn leven bereiken. Dan moet het wel heel erg zijn. Haha, yeah! Go Illumise! Ja. Heeft hij al tailglow? Dan is Illumise nog niet eens zo heel slecht. Weet ik niet. Nou, hij is wel super leuk. Ja, hij is ook wel heel laag level. Ja, wat denk jij dan? Ja, dat weet ik, maar dan snap ik dat hij nog geen tailglow heeft. Ja, oh zo. Ik had deze moeten vangen, deze is hoog level. Als eerder een herd hier geweest. Kom op, misschien eerder. Doe mij een slechte gras-Pokémon als tegenstander, alsjeblieft. The freak, wie gaat mij op Discording benadering? Is het Simon? Oh nee. Is het je chickie? Nee. Is het een chickie? Nee. Is het Nando? Nee, het is eigenlijk niemand positief. Dus het is wel Simon. Nee. De optie blijft nu nog steeds bestaan. Ik snap de verwarring, maar... Nee. Oh ja, ik heb natuurlijk stal, dus ik kan helemaal niet weg. Oh nee. Dat is alleen voor moves natuurlijk, hè. Ja. Oeh, Drudigan. Volgens mij is die Blastoise echt de moeilijkste ooit om te encounteren in dit grasje. Daar heb je wel pech, ja. Als hij Dragon Rage heeft, ben ik gewoon alweer genaaid. Oh, Honklas. Dat is misschien haast nog wel kut, hè? Yep. Ja, het zit jou ook niet mee, per se. Ik dacht, het zit jou wel mee, maar... Ik zie nu dat het toen hij begon met die Swadloon zat het me wel mee. Maar deze Druddigan kan best wel spannend worden. Hoe hoog is die Druddigan? Level 18? Bruh. Dat ga ik nooit halen. Ik heb 2 Pokémon van level 11. Oh, Super Potion. Kut, sorry. Please, let there be other Pokémon. Die mag je vangen. Ja, daarom was ik ook stil, omdat die wil ik. Dat is een cutie guy. Ik ben ook nog eens geflinched. Dit is een cutie guy, deze wil ik. Check hem! Check. Oh, oh, zie je, het is cute. Ik moest positief zijn, toch? Dat doe ik. Ja, ik ben trots op je. Ik ben trots op je. Oké. Ja, nee, ik hoorde verder niks, dus ik denk, oh jee. Ja, ik, ik ben ook een beetje aan het concentreren op deze Druddigan, moet ik heel eerlijk zeggen. Vooruit dan. Alweer geflinched, godverdomme. Ik doe daar niet moeilijk over deze keer. Deze keer niet. Volgende keer wel weer? Weet ik niet, dat kijk ik dan wel weer. Ligt eraan of je lief tegen me bent of niet. Maar Sander, ben ik ooit niet lief tegen jou? Ik weet, jij bent niet altijd lief tegen mij, maar ik ben altijd lief tegen jou. Oh. Noem maar 1 keer dat je lief was tegen mij. Oh, wow, wat? Nou, ik word niet geframed. Je bent al wel eens eerder geframed. Ja, je framed me altijd. Je kan zo bij de HEMA werken. Je kan goed framen. Oh. Werk ik niet? Nee, dat klopt. Ik werk al ergens anders. Ik ben al bezet. En ik ben geen player, dus ik ga niet 2 werknemers, nee. Werkgevers bedoel ik, dat doe ik niet. Dat is niet helemaal mijn principe, zeg maar. Dus, ja, en we weten al sinds deze serie dat jij van de principes bent. Armaldo, cutie guy, ik wil je gewoon. Please. Alsjeblieft, want straks kom ik je nooit meer tegen misschien. Dat zou very setting zijn. Het gaat misschien zelfs ook nog gebeuren. Ook alsjeblieft Armaldo, alsjeblieft. Alsjeblieft cutie guy, alsjeblieft. Je bent de mooiste ter wereld. Nou. Deze shit, ik voel het. Game Boy Luke. Kom op Armaldo, ik hou van je. Oef. Wow. Die night. Die Armaldo is sowieso niet gay, dat weten we nu wel. Dat is inderdaad waar. Was het een jongetje trouwens? Ja. Ja. Anders zei ik dat niet. Makes sense. Anders zei ik, hij is sowieso niet lesbisch. Huh, wacht, wat? Ja, dat had jij dan wel gezegd, ja. Ja, maar ik kan niks nu. Ik kan niet verder, want dan ga ik dood. Ik kan geen Pokémon vangen. Ik heb een idee, maar ik weet niet... geef me niet de schuld dat het niet werkt. Heb je dan zou ik... Ja, wacht. Moet je dan wel... Great Balls kopen, niet gewoon Pokeballs? Ik weet het, die zijn slechter, maar je kan er wel veel meer kopen. Ja, maar dan kan ik ook geen potions meer kopen. Die ik ook niet heb, overigens. Heb je ook niks om te verkopen? Dat bedacht ik me ook net. Starpiece, kijk. Kijk. Dat zijn goede monies. My landing. Ik weet niet wat Dark Jam doet, dus die hou ik. Nou, die kan je geven aan een Pokémon. En als hij dan een Dark aanval doet, dan is die sterker. Maar dan ben je ook meteen die Dark Jam kwijt. Wat lame. Ja. Misschien moet ik nu wel Great Balls doen trouwens. Want ik heb best wel goede Pokémon met een hoge catch rate. Oké, oké. Ik respecteer jouw keuze. Dank je, dank je, dank je. Dat hoor ik niet vaker. Oh ja, daar kan ik er nog maar één van kopen. Nou, dat doen we eerst wel even niet. Misschien dat er nog wat items tegenkomen die we kunnen verkopen. Voor veel monies. En anders, hè, kan ik altijd nog een werk gaan zoeken in Pokémon. Zoals bij de studio. De Pokéstar Studios, want daar wil je echt werken. Dat klopt, ja. Oh. Nee, dat is weer zo'n mannetje. Maar deze is wel nog cuter. Zie hem. Hij is nog cuter dan die vorige. Kijk, en ik dacht dat dat niet eens kon. Oh, gaat hij dat zien als een belediging? Nee, hij gaat zo in één Great Ball gaat hij erin zitten. Natuurlijk is dat geen belediging. Ja. Weet ik het. Ik ken Armando zijn gevoelens niet. Ja, maar je hoeft niet ook... hij moet gewoon normaal doen. Jij bent niet verantwoordelijk voor zijn gevoelens. Ja. Als ik zijn trainer ben wel. Dan wel. Kom op, waar zie je me voor aan? Dat ik random Pokémon ga sacken die ik niet goed genoeg vind voor mijn team? Ja, eigenlijk wel. Oh. Wat zei je? Oh, ik ga je toch aan mij maken. Nee. Yo, humor naar 5 ga ik even DM'en straks. Je weet dat het wordt opgenomen, hè? Ja, maar 1 tot 4... Oh ja, ik zal het even uitleggen. 1 tot 4 is al ja, ontdekt, zeg maar. De banden met mij zijn al ontdekt en ik heb nu de politie wel af kunnen wimpelen, zo. Maar, ja, dus daarom doe ik nu 5, weet je. Die is nog een beetje... hebben ze nog niet door. Hoop ik. Je bent zo'n case. Oh, trouwens, jongens. Voor de mensen die dachten... Oh nee, is Sander crimineel? Nee, het was een joke. Oh, dit knip ik eruit. Nee, nou, nu denkt iedereen dat ik echt moordenaar stuur op mensen. Nou, dan zou ik anders een 5e hebben. Kom op. 2. Ja, Game Boy Luke. 3. Ja, nu moet hij. Parapaparada. Yeah. I got ink, de Amaldo ink. I got ink, de Amaldo ink. I got ink, de Amaldo. Nu lastige toys nog even vangen. Dan ben je meteen een Pokémon mat. Je kan hem Geo noemen, omdat zijn ogen ver uit elkaar staan. Oh. En omdat het een jongetje is. En nou van een level 3. Nee, ja, maar ik weet een betere. Snap je? Ik wel. Ik snap hem niet. Arm, Aldo, Been, Armo, Aldo. Wauw. Snap je hem nog steeds niet? Kijk, weet je, je hebt dus ledematen. Nee, stop, je hebt ledematen en die kun je weer onderverdelen in 2 dingetjes. Armen en benen. Die moet meteen in mijn team. Dan kan ik die Illumise weer eruit gooien. Wel jammer, want nu duurt het healen zo lang. Oh! Dit is nog beter. Wat is een ability? Dat is een goede vraag, Ing. Dankjewel, Ing. Alsjeblieft, Ing. Powers up, not very effective moves. Oh. Oké. Okay. Decent, decent. Oef. Pure power! Sander! Wat? Die Pioneer die critte mij, waardoor die Riolu doodging. Oh, wauw. Ja, toch al gelijk. Ik had inderdaad die guy moeten vangen. Die Wolf guy. Die heeft pure power. Ja. Oh, maar als die evolueert, dan heeft hij zeker geen pure power. En maar jank. Nee, dat klopt. Wanneer evolueert hij in zijn tweede vorm? Weet je dat? Dat had ik, misschien dat ik hem nog open heb staan op mijn telefoon. Dat hoop ik. Ja. Dat zou ik erg lief vinden. Level 16. Oh, dat is gewoon een normale leveling. Ja, 16 en 32 is inderdaad gewoon normaal. Ja. Taurozing? What the freaking? Ja, oh, level 13. Oh, waarom dacht ik ook, ik ga tegen trainers trainen. Nou, ik snap het op zich wel, want het heet letterlijk trainers. Misschien toch niet zo smart, ding. Jij bent niet op je vakantie niet zo'n slimpie geworden. Jawel. Ik heb allemaal van die puzzelboekjes gemaakt. Echt? Logic quiz. Dat is een beetje alle logische, dus cijfervaria zeg maar, die daarin zit. Er zitten veel sudokus in trouwens, dat vind ik zo dom. Dan heb je letterlijk een mix van alle puzzels met cijfers of iets redelijk, wat niet op woorden gebaseerd is in ieder geval. En dan zitten er bijna alleen maar sudokus in. Dat is niet waar, er zit ook teentje, boompje in. En Tectonic, die is ook wel leuk trouwens. Tectonic? Ja, dan moet je dus, als je een 1 hebt in de linker bovenhoek, dan mag er dus om die 1 heen, mag geen 1 staan. Oké. En dan heb je allemaal vakjes en nou ja, het is lastig uitleggen, maar je moet gewoon zorgen dat... Godverdomme. McChicken is opgegeten. Mag ik restarten? Hij wordt nu nugget. Dit is toch... Ik word toch genaaid. Hoe is Horn Attack? Is die zo goed? Horn Attack is wel goed, ja. Die Seeking waar ik tegen moest, die had ook al zo'n Horn Attack die zoveel damage deed. Ja. Ik baal. Dan gaat het eindelijk eens goed. Ben ik weer positief, vrolijking. En dan gaan ze dit doen. Dat is wel verdrietiging. Ik stop ermee. Nee, Sander stopt er niet mee. De aflevering stoppen we wel zo mee. Ja, doe maar. Zo. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag bij de volgende aflevering van de Black and White 2 Avatarlock. Adios, amigos.